volgende item is een spijker. Het is gewoon één simpele... Een spijker? Een spijker, maar het staat symbool voor mijn... voor mijn passie voor houtbewerking. En... hiermee is het eigenlijk ook begonnen. Dus voordat ik met textiel werkte, werkte ik ook al met een hout en zo. Ik spijkerde dingetjes in elkaar. Een schemerlamp heb ik ook gemaakt in die tijd. En allemaal gewoon één simpele spijker. En ik kan me nog heugen. Mijn opa vertelde, één spijker is gelijk aan de kracht van een olifant. Aan de kracht van een olifant. Mm-hmm. Zo sterk houdt hij. En je begreep het? Toen niet. Mm-hmm. Nu begrijp ik eigenlijk. Heb je het uitgelegd? Waarom? En, hij heeft het ook niet uitgelegd. Oké, okay. Je hebt het zelf moeten ontdekken. Wat hij bedoelde? Ik denk wat hij bedoelde. Oké. Okay. Ik denk dat hij bedoelde van... dat één simpel ding... als je het op de juiste manier toepast, zoveel kracht heeft, dan, of evenveel kracht heeft als een olifant als sample genoemd, maar ik zou niet weten of het even sterk houdt als een olifant, maar het gaat om die symbolische betekenis. Dat is een heel wijze advies geweest, en als je begrijpt, dan ben je... heel rijk geworden door wat opa heeft verklaard. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.